Yo mensen, groepen van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een pack opening. En mensen, ik moet jullie wat vertellen. Ja, ik moet jullie even wat vertellen. Ten eerste, doe zeker een duimpje omhoog op deze video. 2000 likes, betekent morgen een nieuwe video. We gaan weer beginnen vanaf 2000 likes. 2000 likes, morgen een nieuwe video. En zien jullie morgen mijn twee laatste weekendleague potjes. Ik zou je straks altijd uitleggen, want er zijn wat dingen gebeurd dit weekend. In ieder geval, er zijn wat dingen gebeurd. Wat er gebeurd is, ik had een pack opening opgenomen. En dat ging best wel lekker, want ik pack daar wat aardige spelers in. En dat gaan jullie zo zien. Maar eerst is het tijd voor een kleine onderbreking. Ben je nou een FIFA-speler en denk je van, nou, ik ben 18 jaar en ouder, want dat is belangrijk. Maar speel je nou van FIFA of Fortnite of CSGO of wat dan ook, ben je 18 jaar of ouder, dan heb ik wat tofs voor jullie. Er is namelijk een nieuw platform waarop jij kan spelen tegen andere mensen die ook heel goed zijn. En daarmee kan je geld winnen, kan je geld verdienen als je dus wint van een ander. Let op, je moet dus 18 plus zijn, dus onder de 18 mag je niet meedoen. Als je dan wel meedoet, wordt je account geblokt, wil je niet. Op het moment dat je je registreert hier beneden met de link in de beschrijving, krijg je 1 gratis euro, oftewel 10 wotcoins. En dan kan je dus beginnen met spelen. Kijk zeker even, linkje staat in de beschrijving. Het staat WoW Duels. Het is dus eigenlijk gratis op het moment dat je, zeg maar, ja, je hoeft letterlijk alleen je aan te melden. Dan krijg je 1 gratis euro en dan kan je gewoon een potje FIFA doen. En als je wint, krijg je 2 euro. Maar je kan er zelfs ook geld op zitten. Dan moet je lekker zelf beslissen of je dat gaat doen. In ieder geval, linkje staat in de beschrijving. Ik ga het wel even doen, want ja, ik ben de beste speler van Nederland. Of ja, ik weet niet wat ik ga doen. Het is natuurlijk zielig voor de rest van de mensen. In ieder geval, linkje in de beschrijving. Klik er even op. Registreer jezelf en ga lekker spelen. Oké, daar zijn we dan weer. En ja, zoals jullie kunnen zien in de titel. Ja, misschien is het er een hele andere titel. Ik weet het dus niet. Ik weet niet wat ik allemaal gedaan heb. Wat in ieder geval gebeurde, is ik had een pack opening opgenomen en dat was het audio verpest. Klonk namelijk zo. Wie wil dat er niet? Nou, ik wel in ieder geval. Ja, echt ongelooflijk. Oh, ik weet ook niet hoe, maar waarschijnlijk heb ik 2 keer audio opgenomen of zo. Ja, echt janken. Maar ik had wel een paar aardig redelijk goede packs. En wil je nou vaker goede packs in mijn kanaal? Dat kan. Abonneer dan op mijn kanaal. Dat kan hier beneden. En klik op dat belletje en join #teambelletje. Want ik ga 10 mensen die #teambelletje commenten met een goede reden bij waarom ik jou komt moet liken, ga ik een lekker hartje geven. Nou, en wat heb je liever? Abonneer op mijn kanaal, kan hier beneden. En ja, laten we maar beginnen met kijken naar de packs die ik gisteren had gehaald. En sorry voor de audio, als je nou echt denkt van Koen, oh mijn god, ik heb, ja, weet ik veel, griep. Dan kan je misschien het vervelend vinden om dit te horen. Ja, dat kan. Maar ik wil deze pack nu toch niet onthouden. Geen zorgen. Oké, komt ie. Ja, oké, okay, kom op. Geef me een paars ding. Ding. Oh, volgens mij is een paars ding. Oh, Ferran! Ferran! Yes, let's go! Lekker zeg! Oh mijn god, wat lekker! Blauw. We hadden dus smikkelveranen gepakt. En nu hebben we dus weer aardig wat nieuwe pakketjes die we ook gaan openen. Maar ik zal eerst even laten zien hoe het in de weekendlijke eraan toe gaat. Want echt, ik heb het alweer een tijdje verpest, jongens. Ik ging 18 om 2. Gewoon goed is dat. Gewoon echt goed. Maar ik ben nog nooit beter gaan dan 18 om 2. 18 om 2 is mijn best. En daarna ga ik altijd 18 om 3, 18 om 4. Altijd. Nu ook 18 om 3, 18 om 4, 18 om 5, 19 om 5, 19 om 6. En ik ga nu 19 om 6. Ik heb nog 5 wedstrijden. Ik moet er 4 voor elite. En wil je nou morgen mijn 2 laatste 4 in de potje zien? 2000 likes. Dan gaan we dat helemaal lekker doen. Ik heb een speler gekocht, mensen. En het is niemand minder dan Inform Neymar Junior. Heerlijk kaartje. 14 wedstrijden, 8 goals, 2 assists. Eigenlijk best wel slecht. Nou ja, best wel slecht eigenlijk. Ik zit nog steeds te twijfelen, want ik wil je nog wat vertellen. Ik was heel boos, omdat mijn video dus verpest was. Dus toen dacht ik van, oké, dan ga ik wat anders doen. Namelijk, gewoon even voor mezelf wat 125k packs openen. Ja, waarom? Geen idee. Toen packte ik Rodriguez. Die is niet heel veel waard. Nee, echt helemaal niks. 40.000 munten. En Umtiti in dezelfde pack. En die is 100k. Umtiti. Waar gaat het over? En ik had nog een goed iemand. Ik had namelijk ook nog, ja, nog een walkout. Maar die heb ik in mijn club gestopt. En ik weet echt wel wie het was. Ja, Bonucci had ik. Want die 150k packs, deze zijn best wel goed. En die gaan we dus nu ook weer openen. Maar we hebben ook die andere pack. Ik wil heel graag zo'n Champions League kaart packen. En het liefst even een Neymar, dat zou lekker zijn. Maar laten we deze maar even lekker gaan openen. Het zijn die 45k packs. Ik heb geen idee of ze goed zijn. De eerste is in ieder geval echt flink. Maar ook echt flink slecht. Geen borden. Ah, nice. Nee, echt super fijn dit. Dit is echt top. Nee, lekker. Munten. Oh, we krijgen een walkout in de tweede pack. Oké. Paars. Geen paarse kaart helaas. Oh, een walkout in vorm. Wie is dit? Messi. Of wie is dit? Oh, het is echt fuck slecht. Ja, Messi is trouwens helemaal niet in. Messi heeft natuurlijk zo'n kaart. Ja, dit is echt zeer teleurstellend. Ik dacht, ik hoopte oprecht op een Dybala ofzo. Ik word er toch moe van. Maar ik moet zeggen, dit is wel echt een hele lekkere kaart voor een squad building challenge. Want een 85 in vorm, dat is echt smikkelend natuurlijk. Wel meteen een walkoutje, dat is wel lekker. Maar Varane was dus de beste speler die ik heb gepakt tot nu toe. Dus ja, dat is natuurlijk echt fantastisch, geweldig. Kom maar, walkoutje. Nee. En mensen, we moeten dus nog 4 potjes winnen van de 5. Laat even in het polletje wat ik nu vergeten ben, maar wat hier staat. Hier is het polletje. Laat even weten of je denkt dat ik elite ga halen, de ja of de nee. Ik hoop dat jullie een beetje vertrouwen in me hebben, want ja, ik heb op zich wel vertrouwen. Maar dit was echt mijn weekend om elite 2 te halen. Oh, ik krijg Bakayoko. Oh, die is best wel goed. Echt, ik kom zoveel tegen hem in de weekend league ineens. 3 dat reed in vorm.
Ja, ik denk wel dat hij iets omhoog gaat. Dus gaan we niet verkopen. Dat is wel lekker. Prima picks, gast. Lekker hoor. Lekker hoor. Wat ongelooflijk goed. Eén nadeel. Ik weet niet of ik ze allemaal kan openen. Voordat we krijgen weer een borden. Wie is het? Spaans, ja. Weet je wat een zaad is? Ja, Santi Cazorla. Als Santi Cazorla is, jongen. Oh, Fabregas. Oké, prima. 84, lekker. Kan ik weer een keer inleven en een squad doen. Chill. Oké, laten we 150k pick doen. Dan gaan we dan. Ik ga ze allemaal openen, hoor. Maar nu even eentje. Boom! Een walkout. Kom op. Blauw, paars. Ah, klote weer goud. Ja, dat is op zich niet erg, maar... Oh, nee, weer die fucking... Oh, verratten, jongen. Italiaans is altijd kut als walkout. Italiaans is echt gewoon kloten. Krijgen ook een informe. Kijk, we hebben wel aardig pekje op zich. Torunariga. Mensen, als je dat 10 keer achter elkaar zegt. En dat naar mij toestuurt op Instagram. Mijn Instagram is Koen, K-O-E-N. Dan stuur ik je een duimpje terug. We hebben dus nu een duplicate Verratti. En die bewaren ook maar even. Ik ga trouwens nog één potje weekelijk doen. Want dan moet ik er straks nog één. Oké, Company. Oh, dat is best wel lekker. Die 145k picks. Die zijn helemaal niet zo heel slecht. Ik vind die echt een stuk beter dan normaal. We gaan nu 150k pick openen. En dan krijgen we Neymar. Jawel hoor. Jawel. Kom maar, Neymar. Nu al zin in. Let's go. Komt ie. Hoppakee. Geen walkout. Heerlijk. Ik hou van die 150k picks. Hoppakee. 25 euro. Wat krijg je erin? Ja, heerlijk. Portugees. Oh, lekker. Pizzi, 83. Goed hoor. Lekker. Ja, het kost maar 50 euro. Ik krijg gewoon Pizzi. Fantastisch. Wereld. Heerlijk dit. Echt jongen, wat een ongelooflijk lekker packje weer. Echt super blij mee. Oh, krijgen we die dikke Santi Cazorla weer. Oh, krijg zo'n Europa League kaart. Oh, ja leuk dit. Super fijn. Dabber. Dab on die hater. De dab is al dik uit. Welke speler is er nou die echt mijn team beter maakt? Dat vraag ik me af. Die Dani Alves trouwens, ben ik niet zo enorm fan van, om eerlijk te zijn. Ik vind Lala oprecht niet minder. Als Lala een nieuwe inform krijgt, ga ik zeker weer Lala gebruiken. Ja, ik weet het ook niet, maar is gewoon zo. Laten we een potje gaan doen, mensen moeten winnen. Oké, dit is meteen onze team. En zo met Rabiot. Ja, als hij zijn middenveld is Rabiot, Matuidi en Kondogbia, dan mag je daar gewoon niet van verliezen. Maar ja, en heeft Goulam. Ja, je moet toch van winnen. Even serieus, man. Kom op dan. Oké, let's do this. Goed. Balletje terug. Oh, oké, goed. Hou de druk op de ketel. Suarez, omhoog. Oh, scheidsie. Ja, rode kaart. Hou de druk op de ketel. En dan komt Mbappé. Goal. 1-0. Heerlijk begin. Als ik heb 20 winst, dan heb ik nog een paar. Ja, dat moet elite verhaalbaar zijn. Dat moet gewoon kunnen. Het is gewoon... Ik had het erover met Matty. Ja, eigenlijk moet mijn team gewoon geüpgraded worden. Anders kan je gewoon niet in elite 2. Dit is een heerlijk doelpuntje. Ja, we zijn al aangekomen door de keeper zelfs. Oeh, smerig. Nou, even nu snel die 2-0 erin. Even laten zien dat hij niks te halen valt. Boom. 2-0. Hoppa. Lekker. Neymar. Heerlijk aanvalletje. Heerlijk afgemaakt. Neymar. Oh, ik doe Neymar rechts met MLP links met. Nou, je ziet het. Werkt uitstekend. Heerlijk afgemaakt. Lekker. Ik ben gewoon oprecht blij. Want ik wil gewoon die elite halen. Want Raoul kwam helemaal praten van ja, bla bla. Ik heb een hogere notering gehad dan jij. Ja, notering zo. Mensen willen anders gewoon nog een potje erachteraan plakken. Eigenlijk als ik nu dit nog een potje erachteraan plak en die ook win. Ja, dat doe ik gewoon. Want dat zou heerlijk zijn. Want dan kan ik met de volgende video kan ik meteen elite halen. Dan kan ik meteen... Oh ja, mensen. Ik hoef geen eens een fitnesskaart te geven, man. Zo snel was hij weg. Jezus. Oké, dit is mijn tegenstander zijn team. Aardig teampie. Hij heeft die 90 keer linie. Daar is hij vast blij mee. Ja, wel een goed team. Ja, wel gewoon goed. Maar weer zo'n middenveld. Ja, die niet echt voetballend vermogen. Dus daar moet je eigenlijk gewoon van winnen. Alleen maar krachtpatters op het middenveld. Ik vind gewoon dat het niet meer werkt, deze FIFA. Nou, ik zal het nog steeds moeten laten zien, mensen. Kanté! Zo, die knalt die bal maar naar binnen, jongen. Ongekend. Nou, dan schiet de corner wel even in. Ja, kijk, zo makkelijk ben ik ook alweer. Hoppakee. Ik bedoel, dan schieten we de corner wel even in. Ja, zo makkelijk ben ik ook alweer. Hoppakee. Ik snap niet waarom jullie allemaal zo blij waren met die... Nou, Dani Alves. Oh, nou. Ja, kutschot. Ik snap niet waarom iedereen zo was van... Je moet Dani Alves halen, want hij is echt slecht, man. 300k verpest. En mijn 87 Mares. Ja, daar was ik totaal niet blij mee. Die kan er echt gereed van. Maar ik vind die Mares wel slecht. Mensen kennen het zonder ook van hartpijn dat je Mares inleeft in de SBC. Ja, maar mensen, ik vond die Mares echt zo slecht. Nee. Ah, klijt nou even wat aan je lip, man. Hoe kan dit nou? Kalma? Zit hij nog in de game? Jezus, FIFA 16 belde. Hij wil Celebration terug. De Kalma. Kijk, dit soort tegenstander word ik is echt scheidsziek van. Ik weet niet eens waarom, maar het is gewoon... Oh, nee. De manier waarop ze spelen, daar krijg ik gewoon echt herpes van. Het is eerst 86 uur lang die bal rondspelen. En dan naar Manepa's die een financial doet. En ik van, goos, doe gewoon niet. Dat is wel niet normaal. Hij heeft echt 80% bal. Wat doet hij? Als ik score ga ik hem sussen, jongen. Oh, nu al zin in. God gloeiende. Ik kan gewoon die bal niet van hem afpakken. En ik word echt helemaal loco, word ik. Suarez, doen, jongen. Bam. Ja, gaat hij lopen met zijn keeper.
En de rebound zit erin. En ik ga lekker dabben. Lekker voor je. Lekker voor je met de hele tijd die bal vasthouden. Hoppa, één counter. Ik score lekker de 1-1 met Neymar. De dab is al... Kleine dab op. Dabbing on the haters. Lekker. Goed Neymar. Goed afgemaakt hoor. Ik ben altijd bang als speler dat de spelers dit nog gaan missen. Maar dit deed hij heel netjes. Dit meen je niet. Dit meen je niet. Dit meen je toch niet. Hij doet het gewoon mooi ook. Maar het is echt scheid irritant hoe deze vent speelt. En het ergste is ook gewoon dat het helemaal niet erg is hoe hij speelt. Maar het is gewoon scheid irritant. Kalma, jongen. Nou, ik ben niet echt kalm, om eerlijk te zijn. Zijn er tijden geweest dat ik kalmer was dan dit. Ja, hij heeft ook maar 2 schoten goal, 2 goals. En ja, hij voetbalt alles helemaal tot het puntje uit. Het puntje, tikkie. Dat hij echt niet meer kan missen. Een kopje erbij, jongen. Je kan het gewoon winnen. Dit is tegenstander, ik weet dat hij irritant is. Ik praat niet even tegen mezelf in derde persoon. Ik weet dat hij vervelend is, maar je kan het gewoon winnen, kom. Ik zweer gast, wat doe jij? Dit meen je toch niet? Oh, het komt eraan ook, gast. IE, waarom geef je ze positieve karma voor het vasthouden met de keeper met de bal? Deze gast wil echt alsof het echt voetbal is. Het is echt niet normaal. Hartstikke leuk hoor, maar doe even normaal of zo. Oh mijn god, gaat niet. Oh, wat is dit? Gast, Dani Alves is zo slecht, jongen. Oh, ik krijg echt kortsluiting. Oh, ik had dit potje nooit moeten spelen. Oh, wat erg. Ja, hou vast die bal. Ah, lekker man, lekker. Lekker! Iedereen is vast heel trots op jou. Oh, wat is dit een ongelofelijke, vieze, vuile flap, Janus. Besef dit. Welke minuut is het? Fucking minuut. Het is 71. Gast, dit is echt... De grootste, vieze, vuile mokerhond. Kom. Yes. Kom op, ik heb nog 4 minuten. Ja, waarschijnlijk gaat hij 4 minuten achterin rondspelen. Maakt niet uit. 4-2-4, mensen. 4-2-4. We gaan ervoor. Kom op. Griezmann is helemaal dood. Op een of andere manier. Hoe is hij zo moe? Wat? 4-2-4. Jij eruit, jij erin. Kante is ook helemaal kapot. Nigel Orlan erin. Oké, mensen. 4-2-4. We hebben nog 4 minuutjes. Zou deze man achterin gaan rondspelen? Ik denk het persoonlijk niet. Ja, ga naar voren. Ga naar voren. Goed zo. Oh, nee, toch niet, hè? Nee. Oh, wat een ongelofelijke. Kijk het nog uit. Nee, het is uit voor mij. Hoe lang heb ik? 2 minuten. Oké, ik heb 1 aanval. 1 aanval. Oh, mijn god. Nee. Ah, nieuwe controller. Niet doen. Ik heb verloren. Ja, dit is deze. Dat is echt ongelooflijk. Ja, ik word hier dus echt helemaal niet... Ik ga hier dus echt totaal niet lekker op dit soort mensen die FIFA spelen. Hij heeft 4 schoten goal en hij speelde alleen maar rond en rond. Maar hopelijk is hij heel blij met zijn leven. Hopelijk stikt hij vanavond in een stukje worst. Het gaat echt pittig voor de mensen, maar ik ga ervoor. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Als je het leuk vergeet, denk niet te liken. 2000 likes helemaal top zijn, want dan komt er morgen mijn laatste 2 potjes waarin we hopelijk elite gaan halen. Ik hoop het echt zeer. En wil je nog meer van me zien, dat kan. Klik dan hier of hier. Wil je me abonneren, dat kan ook. Klik dan hier. Druk op dat belletje en join je team belletje. En zeg ik lekker veel meer de volgende keer. Zie je bij de volgende video. Hopelijk morgen. En hopelijk hou ik wel elite. Oké, doei.